Ik weet alles van Randy. Alles. Ik weet zelf dat hij porno kijkt. Weet ik zeker. Ik heb geen bewijs. Ik heb hem nog nooit betrapt. Maar ik weet zeker dat hij porno kijkt. Hoe ik het zo zeker weet? Toen ik 16 was, keek ik dikke porno. En niet onder die ideale omstandigheden die kinderen nu hebben. Wij hadden geen iPad, weet je nog? We hadden geen iPad. We hadden een soort dik videobandje. Toch? Zie je hem dik knikken? Ja. We hadden een soort dik videobandje in zo'n hoes. En die kon je niet verstoppen op een harde schijf in een file. Nee, die moest je echt verstoppen, dat hele bandje zo. Ik verstopte van mij altijd waar de kerstversiering was. Dan wist je zeker dat het een jaartje veilig was. En je kon geen porno kijken wanneer jij het wilde. Je moest porno kijken wanneer je ouders echt uit huis waren. Want er was maar één videorecorder in huis en die was in de huiskamer. En je kon niet zaterdagmiddag denken, ik ga even porno kijken. En je vader komt het huis binnen, dat kan niet. Dus ze moesten echt weg zijn. Oh, wat waren dat leuke dagen, zeg. Wanneer je vader gewoon spontaan plotseling zei, hé, hey, schat, doe even een mooie jurk aan, we gaan even een eindje rijden. Mama, papa gaan een eindje rijden. Mama, papa gaan een eindje rijden. Hey. Je stond uit te zwaaien. Doei. Rij ver. Dan ren je naar je holletje. Ging je porno pakken afstoffen. En dan kwam je snel bij videorecorder. Maar je weet hoe traag die shit dingen gingen, toch? Je stopte het erin. Halverwege pakte hij hem. En dan... Klik. En dan druk je play. En dan kun je porno kijken. Maar je wil zo snel mogelijk naar jouw favoriete 2 minuten. Midden op het bandje. Iedereen had 2 favoriete minuten. Ergens op de helft van het bandje. Niemand keek porno van begin helemaal tot het eind. Daar is porno niet voor gemaakt. Je had 2 favoriete minuten ergens in het midden. En meer had je ook niet nodig. Na die 2 minuten kon je ding doen en lekker slapen. Dat is... Als er iemand hier zit die porno kijkt van begin helemaal naar het eind. Laat je nakijken, je bent niet goed in je hoofd. Je bent een gevaar voor de samenleving. 2 minuten. Maar je had een probleem. Want er waren geen digitale hoofdstukken. Nee, je moest versneld spoelen. Ken je dat nog? Versneld spoelen. Dus je drukt play, dan speelt hij. En dan moet je spoelen zo ingedrukt houden. En dan kan je het een beetje volgen maar met 2 dikke strepen zo. Dit is dat. En dan stond je daar mee. Yes! Ah, shit, te ver! Nu moet je terug spoelen. Bam! En dan kon je genieten van je 2 minuten porno. Maar het heeft zo lang geduurd om daar te komen. Zo lang dat je ouders alweer thuis komen. Je hoort die auto. Nu moet je heel snel je bandje eruit halen. Dus je drukt eject. Maar je weet wat er gebeurde met die shit dingen, toch? Je drukt eject, je hoort allerlei geluiden in het apparaat, maar er komt niks naar buiten. Eject. Ja, zie, klik, klik, ziek, ziek, klik, klik, ziek, klik, ja, ja. Ziek, klik, ziek, ziek, klik, ziek, zie, klik, klik, ziek, ziek, zie. Je hoort die sleutel, sleutel gaat, kom op, kom op. Ziek, klik, ziek, ja, ziek, je vader gooit die deur open, nu komt hij. Ja. Nu moet je heel nonchalant, terwijl je vader naar je staat te kijken, dat bandje in de douche krijgen, tv op een ander station, je broek optrekken, je moet zoveel. Zoveel handelingen plegen om een beetje porno te kijken. En toch deed ik het. Ik nam het risico.